Ja, en dan is het vandaag warme truiendag om het een beetje warm te houden. Ja. Ik ook gewoon gaan zoenen, krijg het ook lekker warm van. Oh ja, dat zei die meneer in dat liedje. Ja. Mm-hmm. Kan gebeuren. Ook Oscar Peterson van de Milieufederatie heeft zijn warme trui aan vandaag. Goedemorgen, Oscar. Goedemorgen. Kun je hem beschrijven? Mijn trui. Mm-hmm. Mijn trui is van katoen. Erg dik en warm. Dus die houdt mij vandaag warm. Oh, katoen. Niet een wollen trui. Dit is geen wollen trui, nee. Okay. Nee. Heb je die ook, wollen truien? Voor als het nog kouder wordt, bijvoorbeeld aanstaand weekend? Als het nog kouder wordt, trek ik mijn wollen trui uit de kast. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Het is de 15e editie, die warme truiendag. Ja, volgens mij is iedereen er intussen toch wel van op de hoogte. Ja, veel mensen zijn er al van op de hoogte. Ruim 100.000 mensen doen ook mee vandaag. Hebben we doorgekregen. In Flevoland weten we het niet precies, maar nationaal dus ruim 100.000. Het is eigenlijk gelanceerd als een bewustwordingcampagne voor het energiebesparen. Dus hiermee vragen we aandacht om eigenlijk je warme trui aan te trekken en de kachel eigenlijk een graadje laag te zetten. En met z'n allen op deze manier energie te kunnen besparen. Ja, maar als ik nou die trui van jou aan zou doen, die katoenen trui, normaal heb ik 21 op de kachel staan. Hoeveel lager kan die dan? Nou, ik zou toch beginnen met 19 graden. Oh, maar dan krijg je toch koude benen? 2 graden minder. Vind ik wel fris, hoor. Ja. Het is misschien even wennen, maar... Ja, dat is waar. Ja. Maar is het voor oudere mensen wel geschikt? Want die zitten toch wat meer stil en zo. Ja. Ja, nee, goede vraag. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je direct 2 graden lager moet gaan. Maar een graden lager zou heel goed kunnen. Ja, precies. Okay. Dus heel veel mensen zijn op dit moment thuis aan het werk. Dat moet van de baas, want niet te veel mensen op kantoor met die corona. Ja. Stel, je zit in 1 kamer de hele dag te werken en de rest van de dag is er niemand thuis of kom je niet in die andere kamers. Heb jij een tip hoe je dat kunt regelen met je centrale verwarming, dat je niet je hele huis warm maakt, maar alleen dat kamertje? Nou, het ligt eraan hoe je inderdaad zit, of het een open ruimte is. Ja, nee, het is Het is een dichte ruimte. Ja. Nou, tip is, het allerbelangrijkste is een goede isolatie. Daar moet je inderdaad op focussen. En dat hebben we ook vanuit het energieloket. Dat is een dienst ook van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook een thermocard. Die heb ik hier in beeld. Daarmee kun je eigenlijk je muren ook... Ja, een thermocard. Ja. Okay. Daarmee kun je checken of jouw muren goed geïsoleerd zijn. Ja. Maar nee, en ik denk dat het belangrijkste... Nee, dat begrijp ik wel, dat ik een thermocard tegen die muur kan houden. Maar ik bedoel, moet ik nou al mijn andere ruimtes, alle dingen, alle radiatoren wegdraaien en dan zachtjes die kachel aanzetten om maar 1 kamertje... Ik bedoel, alleen dat kamertje zit ik maar overdag te werken. Ja, grijp je? Je stelt veel te moeilijke vragen. En ik zou dat met is helemaal niet moeilijk. Ik wil niet mijn hele huis warm maken. Je moet niet zo boos worden. Alleen het coronakantoortje. En daarmee basta. Ja, maar weet je, met de temperaturen die eraan zitten te komen, zou ik die thermostaten, zou ik ze zeker niet dichtdraaien. Dat lijkt me niet verstandig. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Je kan ook gewoon een plaatselijke verwarming neerzetten. Een infrarood verwarming bijvoorbeeld. Ja. Dan hoef je de rest van de ruimte niet op te warmen. Anders gooi je gewoon een vuurkorf naar binnen. Een vuurkorf? En de ramen open. Okay. Zoiets. Dat lijkt mij minder verstandig. Nee. Nee, dat is, moet je zeker niet serieus nemen. Maar een thermokaart had je het over. Die geven jullie ook weg, hallo, toch? Mijn vraag was wel serieus bedoeld, hoor. Oh ja, toch wel. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Zit heel dat huis op te warmen voor 1 kamertje. Dat moet niet. Nee. Nee. Dan zit een infraroodcamera neer. Of een infrarood verwarming. Oké. Okay. Maar dat is wel goed, ja. En dan de rest uit. Ja, dan niet met die vorst, met min 10. Maar, nee, zou ik zeker niet doen. Tegen bevriezing. Maar die thermocard waar je het over had, die geven jullie ook weg, hè, begreep ik. Ja, klopt. Als je meedoet aan de warme truidag, kun je deze gratis op onze website claimen. En die sturen wij de kant op. Oké, interessant dingetje. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die zeggen, nou, weet je wat, ik zet lekker die kachel hoog, ik kan toch betalen? Ik zou zeggen, laten we impact maken met z'n allen. We kunnen op een dag als vandaag 6,3 miljoen aan CO2 kilo besparen. Oh. Als we de kachel allemaal een graadje lager doen. Ik zou zeggen, trek die kast open. Pak je warme trui en ga lekker aan het werk. Leuk. Ik ga op zoek. Dankjewel, Oscar. Oké, top. Hoi. Oscar Peterson van de Milieufederatie Flevoland.